Hoe waren al die jaren als topsporter voor jou? Heel bewogen. Ik heb hele bewogen jaren waren dat. Van het moment, als je daar nu aan terugdenkt, dan weet je gewoon dat je in de beginjaren dacht je dat je topsporter was, maar was je het eigenlijk nog niet? Deed ik daar niet voldoende voor, naar de kennis die ik nu heb. Maar zeker, ik heb voor de Spelen, voor de afgelopen Spelen van 2012, was eigenlijk mijn allerbeste voorbereiding ever. Ik heb alle kennis die ik ook nu nog heb, heb ik daarop toegepast op het gebied van training, op het gebied van voeding, op het gebied van arbeid-rustverhouding. En ik kende mijn lijf, dus ik wist precies wat ik wel en niet aankon. En mijn tactische judo. Ik heb eigenlijk alles zo goed daarin gedaan. En dan lukt het niet. En dan weet je dus ook weer, word je weer met je neus op de feit gedrukt, dat het dus, hoe goed je voorbereiding ook is, dat het allemaal geen, dat wil niet zeggen dat het niet met elkaar te maken heeft of dat het niks uitmaakt, maar dat is natuurlijk onzin. Maar dan weet je ook weer dat alles dus kan in de topsport. Ja, zeg je eigenlijk wel dat je in al die jaren topsport wel steeds gegroeid bent, jaar na jaar? Ja, zeker. Zeker. En ik heb ook dat is ook logisch natuurlijk in je hele gang naar de topsportwereld toe. De prestaties zijn alleen het afgelopen, ik denk wel zelfs 1,5 tot 2 jaar iets minder geweest dan ik wilde. Had ook te maken met een bepaalde concurrentiestrijd waarbij ik absoluut niet op mijn gemak was. En ik merk dat ik zelf het beste presteer als ik toch wel een beetje in mijn comfortzone ben. En daarom vind ik wat ik heb gepresteerd ook helemaal niet slecht geweest. Of niet, het is ook niet slecht geweest dat is gebeurd, want ik heb er heel veel van geleerd. En ik vind ook, ik mag er best trots op zijn dat ik van zo ver buiten mijn comfortzone toch nog medailles heb gewonnen op de grote toernooien. En ook nog naar de Olympische Spelen ben geweest. Dat zijn allemaal wel mooie dingen. Ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. Heel veel ontroerende momenten, heel veel blijdschap, maar ook heel veel verdriet in mijn topsportleven. Ja, zeker. Die concurrentiestrijd waar je het net over had, was met Annika van Emden. Jij zegt, ik ben eigenlijk nog nooit zo op en top geweest als voor de Spelen in Londen. Doet het dan pijn dat je daar geen medaille hebt kunnen halen om mee af te sluiten? Ja, en ook, dat doet zeer, maar ook daar, ik zeg dit, maar echt, ik denk niet dat ik mijn gevoel daar nog heb toegelaten daarover. Omdat ik geen tijd heb. En of zelfbescherming, misschien komt het nog. En ik kan heel makkelijk allemaal zo beredeneren en erover praten. Maar het gevoelsmaat, het echte voelen, dat heb ik nog niet gedaan. Dat komt vast en zeker. Het was een mooie en succesvolle carrière. Wat zijn voor jou daaruit de hoogtepunten? Ik weet nog heel goed de momenten waarop ik echt oprecht blij was. Dat zijn toch wel de momenten waarop je eigenlijk zonder verwachting ergens ingaat. Omdat je of nog nooit zover bent gekomen, dus ook niet verwacht dat je dan zover gaat komen. Dat zijn dan toch wel de momenten waarop ik voor het eerst Nederlands kampioen werd. In 1999 bij de senioren. Ja, bij de junioren ook, maar dat weet ik niet meer. Zover gaat mijn gevoelsgeschiedenis niet terug. Maar in 1999, toen ik voor het eerst Nederlands kampioen bij de senioren werd, dat had ik absoluut niet verwacht. Daar heb ik toen ook de favorieten van toen verslagen. Dat voelde wel echt heel goed. En ook in 2005... toen ik Europees kampioen werd, ook had ik ook absoluut niet verwacht. Want het jaar daarvoor werd ik vijfde. En ik wist eigenlijk niet hoe ver ik stond. Ik wist het gewoon niet. En dan word je daar Europees kampioen in Rotterdam, waar het hele Nederlandse publiek voor jou steunt die dag. Dat was geweldig. Dat zijn wel gevoelsmatig hele mooie momenten. En de Olympische Spelen van 2008, daar haal je een medaille. Wat, als je het zo bekijkt natuurlijk, De grootste prestatie is. Maar ja, daar had ik eigenlijk wel meer van verwacht van mezelf. En dan, dat bedoel ik dus. Al die momenten waarop ik wel verwachtingen had van mezelf, dat zijn de momenten gevoelsmatig die niet het grootst zijn.
Word je zelf het meest herinnerd aan de bronzen plak in Peking en de zilveren op het WK in Rotterdam? Ja, vooral die bronzen op de Spelen. Die is natuurlijk voor iedereen, voor iedere sportliefhebber is dat een belangrijke medaille. En voor de mensen die het judo niet zoveel volgen, ja, die weten niks van zo'n wereldkampioenschap af. Dat interesseert ze ook niet. Dus het zijn altijd de Olympische medailles die het meeste doen, ja. Speelt het ook mee dan dat het nu nog tot 2016 duurt, tot de volgende Spelen, dat je nu stopt? Als er volgend jaar Spelen waren geweest, had je misschien nog wel een jaar aan vastgeplakt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het tijd is. Voor mijn lichaam en mijn hoofd is het tijd om er een punt achter te zetten. Wat waren de dieptepunten uit je carrière? Die vreselijke blessures. En dan dat ik in 2004 de Olympische Spelen niet heb gehaald. Dat heeft er wel echt ingehakt toen. Daar was ik ook wel een half jaar van onder de pannen, zeg maar, dat ik echt gewoon, ja, voor me apropos was. Want hoe stond je destijds in je carrière? Nou, ik was in juni 2003 net teruggekomen van een zware knieblessure, van een voorste kruisbandoperatie heb ik toen ook ondergaan. En ik stond er toen echt supergoed in. En ik wist gewoon, ik kan gewoon naar de Spelen. Want ik versloeg mensen op toernooien waarvan ik in eerste instantie niet wist dat ik dat kon. Hoor. Maar mijn zelfvertrouwen groeide steeds meer en steeds meer. En ik ben altijd al een trainingsbeest geweest. Maar het ging ook tijdens de trainingen supergoed. En toen brak ik in 28 december 2003 brak ik mijn kuitbeen. Mijn enkel noemen ze dat dan. Ja, toen stortte het even in, maar toen wilde ik eigenlijk nog niet opgeven. Ben ik toen nog geholpen door een magnetiseur uit Goes, Jan Floris van den Berg. En ik was zo snel hersteld. En toen had ik weer geloofd dat ik het toch nog zou kunnen halen voor de Olympische Spelen. Want dan moet je allemaal punten verzamelen. Ja, en toen moest ik uiteindelijk in de finale komen op het Europees kampioenschap. En toen verloor ik in de halve finale van een meisje of van een vrouw inmiddels was dat toen al. Waar ik eigenlijk, ik stond voor, had ik nooit van moeten verliezen. Toen was ik echt heel erg teleurgesteld. Ja. Blessures horen bij topsport? Bijna ja, weet ik niet of dat zo is. Maar bijna elke topsporter krijgt ermee te maken, toch? Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is, dat is wat ik nu weet, dat je je lichaam leert kennen en dat je voor jezelf, kijk, dat is het probleem van een topsporter, die wil altijd meer, 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 maar een blessure krijg je niet zomaar. Een blessure krijg je op het moment dat je eigenlijk niet toe was aan de belasting die je op dat moment erop zet. En dat wil dus zeggen dat je de tekenen, de signalen van je lichaam niet kent of niet, dat je daar niet naar luistert en dat je daar niet naar handelt. Dus je hebt blessures gehad die je met de kennis van nu had kunnen voorkomen? Oh, bijna allemaal. De eerste keer dat ik echt een grote blessure, dat was mijn voorste kruisbandblessure. In 2001 was dat. Nou, dat meisje had mijn been geklemd en ik probeerde mijn been eruit te krijgen voor een houtgreep. Dat had ik nooit moeten doen. Ben je trots op wat je hebt neergezet als judoka? Niet zozeer op de prestaties, maar wel hoe het me gevormd heeft. En wat ik ervan heb geleerd en wat ik mee kan nemen voor de rest van mijn leven. Het is natuurlijk een stukje discipline en gedrevenheid. En omgaan met stress en omgaan met verlies of dus met tegenslag in dit geval dan. Het leren kennen van jezelf, je eigen grenzen. Ik heb mijn grenzen meerdere malen opgezocht en verlegd. En de ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt als topsporter, gaat een stuk sneller dan wanneer je geen topsporter bent. En dan is het nu voorbij, de topsportcarrière. Verdwijn je uit het judo? Nee, ik denk ten eerste, kijk, oké, ik ben de afgelopen weken heb ik niet zoveel kunnen doen omdat het gewoon heel erg druk is en omdat de prioriteiten ergens anders liggen. Maar het spelletje judo is mij te dierbaar. Dus ik blijf mijn hele leven judo, dat weet ik zeker. En ik ben altijd al iemand geweest die graag, als ik op de mat sta en ik ben zelf bezig om ook andere mensen te instrueren of dingen uit te leggen uit mijn eigen ervaring. En dat zal ik blijven doen. En mogelijk zit daar nog iets meer in het verschiet, maar voorlopig liggen mijn prioriteiten eerst op het afronden van mijn studie. Dus
op het gebied van training geven of eventueel coaching, sturing van jonge talenten, dat, daar wil ik nog niet aan denken. Daar kan ik ook nog niet aan denken. Maar in de toekomst misschien dus wel? Ja, misschien wel. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik heb het altijd al leuk gevonden. Denk je nog wel eens aan dat moment dat je voor het eerst bij Wim Geelhoek de mat opliep? Ja, ik moet zeggen dat ik me daar weinig van kan herinneren. Behalve dat ik weet nog wel precies wat ik aan had. En dat we daar valbreken kregen. Nu weet je dus dat het toen een aparte manier van valbreken was. Maar ik vond het meteen leuk, dat weet ik nog wel. Ik heb er altijd meteen van genoten. Ja.